Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is bezig met de ordening van bandenzaken en wil dat voortaan alleen gekeurde banden het land binnenkomen. Dit vertelde minister Reshma Kuldeep Singh van het departement eerder deze week aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Ze stelt dat er nu beleid gemaakt wordt en dat alle handelaren zich aan de regels moeten houden. We zijn een goed onderzoek bezig samen met justitie. We gaan de volksgezondheid erbij betrekken. We willen toch wel de juiste instantie hebben, wat ik heb begrepen. Banden worden gekeurd in het buitenland. Weer worden ondernemers, andere banden worden niet gekeurd. Dus ik ben van mening als het komt op de wet negatieve lijst, dat het gekeurd binnen moet komen in Suriname. Want het kan niet zo zijn dat mensen rijden op banden waarvan in het buitenland dat afgekeurd is en dat we in Suriname wel mogen rijden en de veiligheid van onze mensen over het hoofd zien. Dus daarmee zijn we helemaal bezig. We zijn beleid aan het maken. Er is beleid erop, maar er is niet volledig beleid erop. Dus vandaar zijn we daarmee bezig. De bewindsvrouw erkent dat de kostprijscalculatie de afgelopen dagen heet hangijzer is geweest. Ze verduidelijkt dat eerder hiervan geen sprake was, omdat de regels voor prijsbepaling niet in orde waren gemaakt.